Tegenwoordig wordt er van alles de ruimte ingeschoten. Maar die onderdelen kunnen nooit meer worden teruggehaald uit de ruimte. En ik vraag me af, wat is de consequentie daarvan? En misschien nog wel belangrijker, is dat niet gevaarlijk? Ik ga langs bij Sonneborg om dat te vragen aan Rob van den Berg. 10. Hydrogen burn-off igniters initiate. 7. 6. 5. 4-stage engine start. 3. 2. 1. Boosters in ignition. En liftoff of Artemis 1. Wat schieten ze allemaal de lucht in? Ja, dat zijn satellieten. En satellieten zijn instrumenten die in een baan om de aarde draaien en allerlei verschillende functies kunnen hebben. Bijvoorbeeld telecommunicatie of wereldwijd internet aanbieden of aardobservatiesatellieten die naar de aarde kijken of juist de andere kant uit de ruimte in. En wat is de consequentie daarvan? Nou ja, het zijn er best wel veel. En dat betekent dat die ruimte steeds voller wordt. Dat je altijd als je omhoog kijkt satellieten ziet. En omdat het er zoveel zijn, krijg je ook steeds meer kans op botsingen. En wat vinden astronomen daarvan? Ja, die vinden dat niet leuk. Want het is bijna onmogelijk om nu nog een opname te maken van de ruimte zonder dat er een satelliet door het beeld heen vliegt. Wordt er dan ook iets aan gedaan? Ja, de astronomen worden gelukkig wel gehoord. Dus de satellieten die nu voor internet de ruimte in worden gelanceerd, die worden van een soort materiaal gemaakt waardoor ze heel weinig licht reflecteren en dus eigenlijk bijna onzichtbaar zijn. En is dat ook gevaarlijk? Nou, het gevaar zit hem er meer in dat ze kunnen botsen met elkaar. En op het moment dat ze botsen, dan krijg je ruimtepuin, je krijgt allerlei scherven die weer andere satellieten kunnen raken of zelfs het International Space Station kunnen gaan raken. Is de ruimte dan ook een keer vol? Ja, we gaan dus hard op weg op die manier. De ESA heeft zelfs wel eens een keer een berekening gemaakt dat als we zo doorgaan, dat we onszelf op de aarde opsluiten over een jaar of 20. Dan kunnen we dus niet meer veilig door al die satellieten en het ruimtepuin heen lanceren. Wordt er ook iets gedaan om dat te voorkomen? Ja, er zijn nu afspraken dat satellieten die nu gelanceerd worden, die moeten een soort end-of-life mechanisme hebben. En dat betekent dat als het einde nadert van die satelliet, dat ze of zichzelf hoger de ruimte inschieten naar een baan waar niks en niemand last van ze heeft, of juist terug naar de aarde zodat ze opbranden in de atmosfeer. Wat als de apparatuur kapot gaat of niet meer werkt? Ja, dan heb je dus een probleem, want dan kun je ze dus ook niet meer besturen. En dan kunnen ze dus ongecontroleerd tegen andere satellieten aanbotsen. En dan wordt het probleem nog veel groter. Hoe lang duurt het voordat iets ruimteschroot is? Ja, satellieten hebben niet het eeuwige leven. Sommige werken een paar maanden, andere werken een paar jaar of nog iets langer. Maar elke satelliet komt op een gegeven moment een keer aan het eind van zijn levensduur. En ja, als ze helemaal op zijn, niet meer bestuurd kunnen worden, dan heb je dus eigenlijk ruimteschroot. En dan is de kans dat ze met andere satellieten botsen dus ook weer een stuk groter geworden. Het ISS bestaat inmiddels 25 jaar. Nog een paar jaar, dan is dit ook een ruimteschroot. Wat gebeurt er dan met zoiets groot als het ISS? Ja, het ISS is zo groot. Als je dat laat neerstorten, dan brandt het niet helemaal op. Het is de enige manier waarop je hem uit de ruimte kan halen. Dus over een paar jaar, 2031, wordt hij gecontroleerd, neergehaald, remt hij af en verbrandt hij voor een deel in de atmosfeer. En de delen die niet verbranden, dat wordt zo uitgerekend dat die delen ergens in de Stille Oceaan plonzen. Dus de delen die nog neerkomen, die plonzen in de Stille Oceaan, zakken af naar de bodem en blijven daar nog een hele tijd liggen. Staat er al een nieuw Space Station klaar? Niet van Amerika of Europa. Op dit moment draait er al wel een Chinees ruimtestation rondom de aarde. En er zijn plannen om een nieuw ruimtestation te bouwen die rondom de maan gaat draaien. Maar dat zijn nog plannen.